We bevinden ons nu in een ruimte te jeugdcentrum. En deze ruimte staat bekend en is beschikbaar als een gebedsruimte. Een van de initiatieven van onze gast tijdens deze editie van De Getuigenis van. Ik wil u meteen erbij vermelden dat deze ruimte eenmaal 24 uur ter beschikking is voor mensen die willen bidden. Daarvoor is deze ruimte. Welkom in de prayer room, tevens De Getuigenis van. En natuurlijk is het moment aangebroken waarbij ik u mag uitnodigen en verwelkomen om onze gast te ontmoeten. Ze is in Suriname geboren, heeft jarenlang gewoond in Nederland, totdat uiteindelijk God de riep om in Suriname te werken. Nou, ze is vandaag directeur van het jeugdcentrum. Dus welkom erbij. We gaan kijken en luisteren naar De Getuigenis van Gabrielle Monkow. Gabi, bedankt voor jouw bereidwilligheid dat je ons wilt meenemen in jouw, laten we zeggen, jouw bekeringsmoment. Maar voordat we zover gaan, wie ben je? Kan je de luisteraars en de kijkers zeggen wie je bent in het kort? Ik ben Gabrielle Pietva-Shan, getrouwd Monkow, al 12,5 jaar. Ik ben vrouw van David Monkow. Ik ben moeder van Noah Elisha en Michael Monkow. En ik ben de dochter van de Allerhoogste God. Oké, en daarnaast, wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben directeur bij het jeugdcentrum. En ja. Dat is het enige dat heb je naast je werk, hobby's, dingen die je nog doet in de kerk? Ja, sowieso ben ik lid van de Wesleyaanse gemeente. Mm-hmm. Daar zijn we, mijn man en ik, heel erg actief in het praise-team. Mm-hmm. Dus ja, we zitten in het praise-team. Mm-hmm. En mijn hobby's, ik hou van creatief zijn en met mijn dochters creatieve dingen doen. Ik hou van interior designing. Ja, dat zien we hier, want dat heb je zelf gedaan. Ja, klopt. Okay. En dat vind ik echt leuk. En voor de rest, omdat ik een druk schema heb, vind ik het ook heel erg leuk om een dag gewoon alleen te Netflixen. Mm. En verstand op nul. En gewoon lekker series kijken. Ja, je bent heel actief. Maar heb je nog dromen? Heb je nog dingen die je graag wilt bereiken? Mijn droom is tevens een roeping geworden. Maar ik geloof echt dat, mijn droom is echt jonge christenen een plaats te geven om samen te komen. Mm-hmm. Het zij door lofprijsaanbidding, het zij door een café. Mm-hmm. Een van mijn dromen is echt om een café op te zetten. Mm-hmm. En waarbij jongeren altijd gewoon op een positieve manier weet je, naar een plek gaan, omdat dat heel weinig hier is in Suriname. Dat is een van mijn dromen. Als je jezelf mag beschrijven binnen de bediening van God, wat beschrijf je? Evangelist, een pastor? Wat is jouw sterke kant en hoe zie je jezelf functioneren als gelovige? Nou, ik denk dat ik twee sterke kanten heb. Dat is, en God geeft steeds weer nieuwe dingen. Mm-hmm. Maar het organiseren, dat zit gewoon in mij. Okay. Vind ik ook echt leuk. Ja. Maar tevens vind ik het ook echt leuk om met mensen bezig te zijn. Dus eigenlijk een beetje herderschap, denk ik. Ja. Maar evangelisatie, dat is ook echt iets waar ik mee bezig ben. Ja. Dus ja. Oké. Okay. Nou, we hebben dat gehoord. Dat is omtrent de persoon zelf. Maar u weet de reden waarom ze hier zit, is omdat we gaan praten over de persoon in haar. En dat doen we natuurlijk na de break. Allee! Hey! Wat mooi is dit? Hey! Hey, wat doe je op het dak, jongen? Ja, ik probeer die taxi voor je te bellen, para. Taxi?
Helemaal op het dak. Anders heb je geen bereik. Geen bereik? Die telefoon die je laatst hebt gekocht. Hallo? Mag ik een wagen aan de Shalomstraat 945? Dank u wel. Hey, Sakakong, ik breng je ergens naartoe. Kijk hier, jongen. Hier moet je je spullen kopen. 20 jaar terug heb ik deze telefoon bij deze man gekocht. En met dezezelfde telefoon heb ik je moeder leren kennen, jongen. Waar heb je je telefoon gekocht, Ali? Ali? Papoei, hey! De hoek van de Mahonilaan en de weg naar Marlène heb je Mobile Tronic. Het adres met ervaring langer dan 20 jaar als het gaat om telefoons en mobiele accessoires. Bezoek ons aan de Mahonilaan nummer 2 of bel op 421998. 421998. Voor de beste producten, de beste kwaliteit en de beste service. Mobile Tronics. The future is ours. Pa, maar je hebt gezegd we moeten alles hier kopen. Faka jongen, uno masera boy gym no? Join en like us on Facebook. En natuurlijk zijn we terug met de getuigenis van Gabrielle Manco. Je hebt ons verteld over jezelf, we hebben kennis mogen maken met jou en waaruit je leven zo'n beetje bestaat. Maar de reden waarom je hier zit en waar de luisteraars naar uitkijken is hoe jij tot bekering bent gekomen en waar jij in feite Christus hebt ontmoet. Ja. Ja, waar begon het allemaal? Dus ik maak altijd een grapje van ik ben bekeerd geworden. Maar wat ik daarmee bedoel met bekeerd geworden is dat mijn ouders hebben me altijd op een christelijke manier opgevoed. Met een paplepel. Met een paplepel. Ja. Mm-hmm. Mijn vader was de eerste Chinese dominee van de EBGS. Mm-hmm. Hij is zendeling vanuit China. Heeft hij de theologische school gedaan. Is naar Nederland gegaan om Nederlands te leren en toen uitgezonden. Om hier te dienen in de broedergemeente. Daar heeft hij mijn moeder ontmoet. Mijn broer en ik zijn ontstaan natuurlijk. Mm-hmm. En eigenlijk christelijk opgevoed. En er komt een moment in je leven. Ik ben op mijn 12e naar Nederland gegaan. En ik heb daar gewoond met mijn broer en mijn moeder. Mijn vader is overleden toen ik 3 jaar was. Mm-hmm. En in Nederland was er een punt gekomen dat je altijd wel mee ging. Ik ging altijd mee in Amsterdam naar de kerk met mijn moeder. Niet echt actief in de jeugd, niet echt bezig. Meer omdat je moest? Omdat ik echt moest, ja. En omdat ik ergens het geloof. Ja, ik geloofde wel in Jezus. Ik weet nog dat ik hem tijdens een hele grote campagne in 86 heb ik de Heer Jezus ook echt aangenomen in mijn hart. Hoe oud was je toen? Toen was ik een jaar of 10, 11. Wie was tot dan de Heer voor jou? Hoe beleefde je het christendom toen? Was het deel van je leven of was het Het was mijn moeder, hij had ons altijd in de ochtend lassen de dagteksten voor. Mm-hmm. En we snapten er nooit wat van, ze bad met ons. Mm-hmm. En voor mij was dat dat was christen zijn en dat zij altijd zei van als een grote beslissing in onze familie gemaakt moest worden, dan zei ze van ik ga het met de Heren bespreken, we gaan bidden ervoor en dat deed ze ook als dat was het juiste voorbeeld. Klopt. Dus. Mm-hmm. En toen we naar Nederland gingen, je zit daar in Amsterdam op school, je bent een puber, je ontdekt van alles en nog wat. Ja, je ziet de wereld. En, precies. En er was inderdaad een moment dat ik in 2000 was het, in het jaar 2000, dat ik eigenlijk alleen de God van mijn, de Jezus kende van mijn moeder. Dat was het. Ik kende de Jezus van mijn moeder, ik kende Jezus van geboren in een stal, gestorven aan het kruis en die Jezus die terugkomt. En er was een moment in mijn leven dat ik eigenlijk alles was verloren. Ik was ongelukkig, had mijn baan verloren. Het ging uit met mijn toenmalige relatie. Mm. Je leven stond ondersteboven. Klopt. Ik woonde op mezelf en toen moest ik hals over kop terug bij mijn moeder.
En hoe oud was je in die periode? Toen was ik een jaar of 27. Mm-hmm. En het was eigenlijk een... God trok echt toen al aan me. Ik ging toen alweer naar de kerk. En ik sprak vaak met de voorganger. En ik wist, ik moet een keuze maken voor Jezus. Dat wist ik gewoon. Omdat je weet dat gewoon. Mm-hmm. Je bent zo opgevoed. En ik zei zo van, als ik een keuze maak voor Jezus, moet ik heel veel opgeven. Maar er zou wel een soort van overtuiging in je moeten zijn. Er zou wel een soort van kennis moeten zijn over Christus. Mm-hmm. Want om op dat punt te komen, moet je eigenlijk weten wie Christus is. En je moet weten wat je aan hem hebt. Klopt. Wat was toen eigenlijk jouw overtuiging van, ik moet deze God hebben in mijn leven? Het was zo dat ik, die opvoeding was belangrijk geweest. Je hebt het gezien en ik heb het gehoord meerdere malen. Maar nu moest de keuze zelf bij mij zijn. Ja. En ik weet nog dat God echt aan me trok, wekenlang. Ik zei het ook, ik ontmoette toen een stel christenvrienden. En dat had ik niet echt in Nederland. Mm. En die hebben me wel inderdaad echt een push gegeven. We kwamen echt in een christenvriendenkring. En we zagen echt vurige jongeren. Mm-hmm. En dat trekt echt aan. Ik dacht echt van, oké, ik weet dat ik een keuze moet maken voor Jezus. Mm-hmm. Maar ik ben er nog niet klaar voor. Want ik was bang dat ik heel veel zou verliezen. En ik weet nog dat het een vrijdag was, 20 april 2001. Mm-hmm. Dat ik met mijn neefje Andrew Young... Zijn we naar de, en nog een stel jongeren die echt op zoek waren ook vanuit mijn gemeente. Zijn we naar die vrienden gegaan die een jeugddienst hadden. Mm-hmm. En er was een spreker, een Indo-spreker, weet ik nog heel goed. Die sprak over, vraag me niet meer, iets met Ruud Gullit en voetbal. En hij deed een oproep van als je radicaal vandaag wil kiezen voor Jezus, kom naar voren. En ik dacht nog steeds van nee, ik denk niet dat het vandaag is, maar het gaat wel moeten. Uh-huh, uh-huh. Maar mijn neef, die stond naast mij en die schoof naar voren tussen mij, huilend. En hij ging voorbij om naar voren te gaan. En ik heb hem gevolgd. Uh-huh. En we stonden daar voorop. En dat was de dag dat ik zei van Heere God, ik ga niet meer terug. Dit is de dag dat ik voor u kies. Het was een hele bewuste, gevoelloze beslissing, zonder huilen of wat dan ook. Maar echt een radicale, bewuste besluit. Je wist wel wat je deed. Ja. Was de wereld de reden dat je nog twijfelde? Waarschijnlijk wel. Mm-hmm. Waarschijnlijk de oude ik vond mezelf heel goed, heel fijn. Ik dacht van, ik weet, God gaat me veranderen, maar... Ik wil niet veranderen, want ik vind mezelf wel leuk. Had je een soort van angst voor het onbekende dat op je stond te wachten, het nieuwe leven? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Mm-hmm. Ja, als ik terugkijk, dan was het van, ja, maar als ik eenmaal zeg ja tegen Jezus, wat gaat gebeuren? Dus ik denk wel dat me angstig maakt om dat traject een beetje te rekken. Uiteindelijk, als we vandaag naar je kijken, ben je die volwassen christen die je moet zijn. En dat heeft een... proces gekost. Het heeft een proces geduurd voordat je bent geworden wie je bent. Hoe heb je sinds je bekering tot vandaag de dag je relatie met Christus ervaren en wat voor voordelen heeft het in je leven gebracht? Het heeft heel veel mindshiften gemaakt in mijn leven. Ik weet dat ik toen ik pas bekeerd was, was ik niet zo natuurlijk, maar je groeit en ik denk dat ik dat mijn vrienden en mijn voorganger toen de tijd hebben me echt de ruimte gegeven. En niet gezegd van dat mag niet meer of dat nog niet meer. Als christen, volwassen christen, kijk je naar zo'n baby christen en dan denk je van oh. En ik kan me voorstellen dat ze het vaak hadden van oh, wat zegt ze, wat doet ze, wat draagt ze, weet je? Waar luistert ze naar? Maar God heeft echt geleidelijk, het is nu inmiddels 18 jaar geleden. God heeft echt zelf, heeft hij persoonlijk overtuigingen gegeven. En ik mocht dat echt meemaken, elke keer een beetje meer, elke keer dieper. Elke keer bepaalde getuigenissen overtuigingen die veel dieper gaan dan de vorige. En dat maakt dat je dan groeit als persoon. Heeft je bekering uiteindelijk indruk gewekt op je omgeving en wat zijn de reacties die je toen uiteindelijk kreeg? Ik ben toen
tienerwerker geworden. Ik denk mijn voorganger die heel dicht bij mij was, heeft inderdaad een verandering gezien. Maar ook, ik ging minder om met wat vrienden. Maar enkele vrienden zag ik ietsje minder. Maar ik heb nog steeds contact met ze, dat is heel grappig. En dat is uiteindelijk wat we willen weten. Erkennen ze je verandering of zeggen ze van het is een last in onze relatie? Nou, ik heb een hele goede vriendin met wie ik echt in die periode optrok. En zij, ik was laatst op Curaçao en ik was bij haar nog steeds en het klikte. Het was nog steeds alsof we like elkaar elke dag zien. Ja. Maar ik denk dat ze weet waarvoor ik sta. Ze accepteert je niet zoals ze accepteert me, maar zij gelooft ook echt in Christus. Mm-hmm. En ik denk dat ik in bepaalde opzichten misschien anders doe. Maar ze respecteert me wel in bepaalde dingen. En zo ook veel vriendinnen die, met wie ik nog contact heb hoor, in Nederland. Die kennen me. Inmiddels is het echt zo van, ja, ze is een beetje extreem, weet je. Ik ben die extreme Jesus freak. Maar ik ben nog steeds mezelf. Mm-hmm. Ik ben nog steeds de luidruchtige die alles flapt en altijd gezellig wil zijn. En ik denk dat dat van mijn karakter, het positieve, de gezelligheid, is nooit weggegaan. Mm-hmm. Waardoor men niet zoiets had van, hey, ze is nu anders, ze is een heel andere persoon. Streamt gewoon. Ja. Nee. Mm-hmm. Ik denk dat de negatieve dingen van mij zijn echt gevormd. Waardoor men echt denkt van, oké, met haar kan ik nog wel omgaan. En dan komen we uiteindelijk tot de laatste vraag. Als je zo kijkt naar, je praat over dat je uiteindelijk veranderd bent. Toch? Wat is uiteindelijk het verschil tussen die oude Gabrielle, die Gabrielle voor Jezus en die Gabrielle na Jezus? Ik denk dat de oude Gabrielle zoekende was naar wie ben ik. En ik vertelde je, ik was op een punt dat ik geen werk had, geen huis, geen bestemming als het ware. En na Jezus kreeg ik meer een roeping, meer een weg van hiervoor ben je op aarde en hiervoor wil ik je gebruiken. Mm. Dus eigenlijk the purpose of life, zin in het leven en waarom mijn bestaan is. Ik denk dat het heel belangrijk is voor mensen om dat te hebben. Want mensen lopen lang rond en ze hebben geen bestemming. Maar ik geloof dat echt met Jezus dat je dat wel echt hebt. En dat je, misschien zijn er mensen die zonder Jezus al weten van hoe en wat. Dat kan, natuurlijk kan dat. Maar met Jezus is het, is je bestemming duidelijk en het heeft waarde. En dat gevoel ga je ook ervaren. Dat gevoel van, I'm worthy. Ik ben waardevol. Ik denk dat men heel vaak op zoek is naar die bevestiging. En dat kan je wel in God vinden. Dus met andere woorden, die Gabi voor Jezus was zoekende. En die Gabi na Jezus was dus als het ware degene die heeft gevonden waar je naar op zoek was. Ja, dat is kortom, ja. Oké. Nou, heb je dat gehoord mensen? Dat is natuurlijk de getuigenis van Gabi of Gabrielle Monkou. We zijn nog niet klaar, want ze gaat eruit met een boodschap. Wij pakken intussen even een break. En natuurlijk zijn we er weer en wel met het laatste gedeelte van de getuigenis van Gabrielle Monkou. We gaan eruit met een boodschap van onze gast. Gabi, ik wil je bedanken. Dankjewel. Hartelijk dank voor jouw vrijmoedigheid en dat je ons hebt willen meenemen in jouw levens- of bekeringsverhaal. Je mag tot slot in die camera de mensen zeggen hoe belangrijk Jezus is. Oké. Lieve mensen, ik ga geen afgezaagd verhaal vertellen van God is goed, dien hem of leef voor hem. Maar het is mijn eigen ervaring dat, dat als, ik zeg altijd, als je God ernstig zoekt
En als je God serieus neemt, dan moet ik goed zeggen, als je God serieus neemt, zal Hij u ook serieus nemen. Nog een keer. Ik zeg altijd, als u God serieus neemt, zal Hij u ook serieus nemen. En dat heb ik ook gedaan. Dat was ik was in een periode in mijn leven waar ik echt zoekende was. En mijn geestelijke vader heeft dat aan mij gezegd. Ik weet nog dat ik hem opbelde. En ik huilde om Paul, het gaat niet goed met mij. Ik wil de Heere dienen, maar ik weet niet hoe. En toen zei hij aan mij, als je de Heer serieus neemt, dan zal Hij jou ook serieus nemen. En dat was de manier dat ik zei van, ik ga God serieus nemen. Dat besluit heb ik ook genomen. En het moment dat God mij serieus nam, gaf Hij mij ook een bestemming. Het is zo fijn om te weten waarvoor je leeft en waarvoor je bent geschapen. Het is echt een voldoening om te weten waarvoor je bent geschapen. En ik daag u uit, neem God serieus, zodat Hij u serieus kan nemen. Helemaal. Tot zover dan de boodschap en natuurlijk ook de getuigenis van Gabrielle Monco. Er is een tekst in de Bijbel die zegt dat als God op de deur van je hart klopt, je je hart niet moet verharden. Maar als je je hart openstelt, Hij naar binnen komt en maaltijd met je heeft. En dat is wat met Gabrielle's leven is gebeurd. Jarenlang klopte de Heer aan de deur van haar hart. En uiteindelijk toen ze het openstelde, heeft u vandaag dus, of bent u vandaag getuige geweest van haar getuigenis. Mocht er zijn, u bent geraakt door deze aflevering of de getuigenis van Gabby. En u zit met vragen, voelt u zich vrij om te bellen naar de administratie van Shalom op het nummer 422-630. En dat kan dus van maandag tot vrijdag tussen 8 en 4 en op de zaterdag tussen 8 en 12. Vergeet niet, na deze week staat deze aflevering ook op YouTube. En daarvoor mag je onze channel liken, de getuigenis van Shalom. En natuurlijk mag je ook livestreamen via onze website www.shalomsuriname.com. Ik ben Leandro Matosuwiknyo. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende week met een nieuwe getuigenis. Sometimes the world is just gone dark. Sometimes you're praying for a spark. It's the little things sometimes.